Goedenavond iedereen. Welkom op de persconferentie na de wedstrijd tussen KV Oostende en Lokeren. Geëindigd op 0-1 voor de bezoekers. Ik geef eerst het woord aan de bezoekende trainer, meneer Peter Maas. Ja, heel content. Tweede wedstrijd op verplaatsing naar nieuwjaar. Waar we de hele ronde toch wel heel veel moeite hadden voor resultaten spelen op verplaatsing. Hebben we vandaag toch weer een resultaat gespeeld. Het gaat voor ons grotendeels op dit moment om resultaten. En je ziet dat die selectie opveert. Dat die echt nog wel wil knokken, wil jagen voor play-off 1 te halen. De eerste helft komen goed weg, denk ik, in die eerste twee kansen van hun. Belangrijk dat je op Oostende, net zoals op Mechelen, op voorsprong kunt komen. Van de eerste stilstaande fase, direct op de paal. Tweede stilstaande fase, scoren we met Koen Persoons. Krijgen de eerste helft nog een paar heel goede kansen, waar we eigenlijk nog tot 0-2 kunnen uitlopen. Tweede helft was ik minder tevreden, want we hadden veel te veel balverlies. Slordig, geen rust in ons spel. Zij speelden powerplay. Ja, dan moet je geluk hebben dat die bal eens een keer niet goed valt voor hen. En verschillende keer dat we nog net goed verdedigden. En hadden we eigenlijk tweede helft nog het resultaat kunnen weggeven. Tegen toch een heel opdringerig Oostende. Maar het resultaat telt voor ons. En, wij krijgen hier wel boost, denk ik. De vierde wedstrijd na nieuwjaar dat we niet verliezen. Die nieuwe jongens, denk ik, vandaag de gratie. De nul gespeeld. Met toch een verdediging die waar alleen maar iets in zijn eigen positie gespeeld heeft. Dus het zijn allemaal pluspunten. Maar het alle. Goed, bedankt Peter Maas. Fred van der Bist, ja, 0-1. Maar ik denk dat de supporters vandaag zeker niet kunnen klagen over de mentaliteit van de groep. Maar de bal viel net niet goed, zeker, hè? Ja, kijk, je zit gewoon in zo'n situatie. Als je in 1-12 zit, dan zie je in de eerste helft. Heb je iets te veel respect voor Lokeren. Speelt iedereen goed in zijn positie, maar je durft niet genoeg in balbezit. Krijg je toch twee goede kansjes. Een bal met Canas in, dan een bal net niet. De lijn gered daar van Fernando. En dan de eerste goede kans voor Lokeren. In principe geef je daar een beetje een onnodige fout weg. Dan leg je staan met zijn rug naar het doel. Volledig in de hoek van het veld. Je een beetje dom vrij trappen. Krijg je een verwittiging. Eerste zone, zoals aangegeven gans de week. Ja, en dan op die corner die erop volgt, wordt gekoud gepakt. En dan zie je dat die ploeg een beetje aan vertrouwen mankeert. En mondjesmaat herstellen ze dat dan wel. Totdat je met de rust een paar zaken op punt zet. En dan zie je tweede helft in Oostende die ja, misschien wel powerplay en misschien wel alles of niets. Maar dat is in principe het Oostende die de laatste 4 jaar altijd goede resultaten neergezet heeft. Gewoon vandaar ontbrak het, dat tikkeltje. Dat tikkeltje finesse, dat tikkeltje geluk in de 16, dat een ploeg als Lokeren wel heeft. Hè. Op Mechelen en hier nu bij ons, dat hebben wij niet op dit moment. Maar als je ziet van wat we komen, kun je alleen maar tevreden zijn over de prestatie. Het resultaat natuurlijk niet, maar de prestatie op zich was zeker niet verkeerd. Dus laat ons daarop verder bouwen, laat ons daarop verder borduren. Ik zag gretige jongens die ontgoocheld waren voor de wedstrijd, maar die gretig ingevallen zijn, die iets bijgebracht hebben. En dat is positief voor de toekomst. Dat bewijst dat zelf jongens met een bepaalde status of carrière toch, die toch al wel een mooie man te zien is, toch ook nog gemotiveerd kunnen zijn als ze van op de bank moeten starten en toch iets die ploeg kunnen bijbrengen. Dus ik denk dat we de tweede helft praktisch niks weggegeven hebben. De laatste 10 minuten spelen met 3 van 8, geven nog niets weg. En het enige minpunt van vandaag is dat we niks nemen. Maar voor de rest ben ik best wel tevreden. Goed, bedankt Fred van der Bist.